Goedkope Content Man is weer in de house. Goedkope Content Man is een tijdje weg geweest. Heel eerlijk, ik heb geld gespend op prankserie. Serieus? Ik ga met de BN'ers naar de boerderij. Maar vandaag is het tijd om gewoon even lekker ergens naar te kijken. Ik heb weer een deal binnengesleept, jongens. Ik moet ook eten. Als ik ooit een kind krijg, moet hij ook eten. Echt uit. En een fiets kunnen kopen. Hey, ik word gebeld. Hey. Wat is? In samenwerking met Amazon Prime Video ga ik vandaag kijken naar Borat 2. High five. En voor de mensen die niet weten wie Borat is, dit is Borat. I like sex. Het is heel grappig. It's nice. Borat 2 is te bekijken. Niet hier, maar op Amazon Prime Video. En om jullie even een beetje lekker te maken, ga ik vandaag reageren op de grappigste momenten. Goed, we gaan gewoon even loeren, joh. Kan mij het allemaal schelen? All I had left was my livestock. 2 pigs, 1 cow. En de daughter. Wacht, ik ga gewoon even die trailer. Ja, sorry jongens, het spijt me, ik onderbreek het even. Ik ga die trailer er even bij pakken. Mocht je daar nou nog nooit van gehoord hebben, het is wel even handig als je enigszins weet wat we voor de fuck we gaan kijken. 14 jaar ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission. I go to America! Oké, lang verhaal kort. Borat gaat naar Amerika met zijn dochter. En ze moet trouwen met iemand die dicht bij de Amerikaanse regering staat. Iets in die categorie. Ik weet het eigenlijk ook allemaal niet. When Fat King Donald saw Melania, he became more turgid than he'd ever been before. Dit is wat ik bedoel. Ik weet nog niet precies de context. Ik vind het gewoon mooi dat dit gebeurt. So, he grabbed her vagina. So he grabbed her vagina. Ik heb nog geen minuut van deze film gekeken. Het is nu al enigszins krankzinnig. Nina, als je kijkt, ik weet dat je graag wilt trouwen. Ik beloof je dat ik niet onze eerste dans ga doen door je vagina te pakken. Echt hè? In de wereld van films die gemaakt worden is alles redelijk braaf binnen de lijntje. Hij sluit zijn dochter op in een kooi. Zijn dochter is een soort huisdier voor hem. Het gaat eigenlijk net een stapje te ver en dat vind ik mooi. Tati ubichomte. Cinque. Dit is waarschijnlijk ook hoe ik ga reageren op het moment dat mijn dochter tegen mij zegt: I love you. Oké, thanks. Dankjewel. De volgende scène heet kapper. Kan ik ook wel gebruiken. I want you to make a hotzi out of this Nazi. We can do it. You want to see the hair? I would like to see her hair, yes. Tip. No, ma'am, not that hair. Klaar! Ah, dit zijn wel de betere scènes. Kijk, je moet ervan houden. Dit is wel mijn humor. Goed, inmiddels is de dochter van Borat omgetoverd tot een soort van lekker wijf. En nu is zij op een of andere manier beland in het Witte Huis. Of iets daarbij in de buurt. We gaan gewoon kijken. We kunnen met haar eens in. Ze zegt hier dus dat ze ongesteld is. Volgens mij. Mocht je niet houden van bebloede dingen, dan zou ik je afraden om verder te kijken. Nee, kom nou. Ja, ik vind het heel grappig, maar ik ben een beetje ranzig. Ja, prachtig. Tot nu toe mijn favoriet. Tikkie heftig, maar mijn favoriet. Volgende fragment is bijzonder. Aangezien dit gaat om Michael Pence. Voor de mensen die niet weten wie Michael Pence is, dat is... Michael Pence is een Amerikaans politicus van een Republikeinse partij. Hij werd 20 januari 2017 vicepresident van de Verenigde Staten in het kabinet van Donald Trump. De vice president. Michael Pence, dames en heren. Houdt een toespraak. Borat valt binnen. Het schijnt dus helemaal echt te zijn. As the president said yesterday, we're ready. We're ready for anything. Michael Pence, Michael Pence, I brought the girl for you. Michael Pence, hoe kan het? Who let the dogs out? Hoe kan het dat hier geen? Waar is de beveiliging? Stop, keep moving. Don't stop, keep moving. Vrij heftig, maar wel goede vermomming. Ik wil ook zo over straat kunnen. Halloween.
Het kan nog. Volgens mij is het vandaag Halloween. Ik heb een artikeltje gevonden. Het kan niet zo dat je niet wordt tegengehouden door beveiliging. Maar hij heeft schijnbaar 5 uur lang op een wc gezeten. Totdat hij kon. We gaan verder. You can't read. I can read. Are you a man? No, I'm not a man. Show me your putka. I'm not showing you anything. Her vagina became very angry. And bit her hand. You okay? Yes. It's just a story? Yes. You want But me it's a true story. Ja, ik ga je ook met je zijn. Het is gewoon een beetje vreemd. I found a new book which only tells the truth. It's called Facebook. I learned so many facts there. Like our nation's proudest moment, the Holocaust, never happened. How dare you say that? No. Kijk, ik zit deze scène te kijken. Ik denk, oké. Is zij nou lekker of niet? Ik ga het even opzoeken. Nou ja, op zich, Maria Bakalova, laten we even eerlijk wezen. Je mag er zijn. Dit is een hele... Hoe oud is ze? 24. Oké. We mogen alles zeggen wat we... Maria, als je kijkt. My number is 0612. Since I did not have money to buy a gun, I went to the nearest synagogue to wait for the next mass shooting. Disguised as a typical Jew. Wow. Hey, kijk er alleen naar. Dit valt in de categorie gewaagd. Ik heb dit niet geschreven. Dit is wat het is. Hij ziet er dus uit als een typische Jood. Joden hebben schijnbaar grote neuzen. Een zak geld, want Joden zijn rijk en gierig. Ze controleren de media. De media is een soort puppet. Look at me. You see, is it long? No, it's a small one. Exactly like your nose. Look at Doris. Does she have a long nose? A little bit. Ja, deze vrouw heeft geen kleine neus. Can I give you a hug? Don't. Don't kill me. I will not kill you. Let me give you a kiss. Ja, dit is toch te bizar voor woorden. Deze vrouw is ook geblurred. Dus je weet gewoon dat zij het niet eens in beeld wilde. Dus dat dit gewoon een echte actie is. Ik vind het mooi. Lucky for me, I was taken in by two of America's greatest scientists. Alexa, order 3 flashlights. I don't think that's flashlights. What is it? Ja, kijk, je hebt 2 soorten flashlights in de wereld. Je hebt deze flashlights en je hebt deze flashlights. Vraag maar aan je vriendin of je moeder. I wrote a song for you last night so you can play for us. It's called the Chinese Virus Song. Obama was a traitor. America, he did hate her. Yeah. America, he hate her. There you go. Yeah, that's good. I like that. That's good. Say you can put him in jail. You must put him in jail. Yep. Is he in jail? No, but I hope so soon. Het mooie aan deze film is, kijk, het is grappig. En aan de andere kant laat het, zeg maar, zien hoe Amerika is. 5 jaar geleden dacht ik nog wel eens, ik wil op zich wel naar Amerika verhuizen. Gewoon even daar wonen, rijk worden en helemaal succesvol worden. Tegenwoordig, laat maar zitten. Het is echt een flauwe film. Maar wat het wel goed doet, is gewoon laten zien hoe Amerika eruit ziet. Zonder een soort oordeel te geven over wat goed of slecht is. Maar gewoon laten zien, ik vind het top. Dus ga nou kijken op Amazon. Borat wil een soort van zijn dochter redden, maar hij verstoort een of andere march. Ladies and gentlemen, please welcome your next act. Country Steve! Are you Country Steve? You bet your asshole I am. Wat is dit nou weer? I ain't lying, it ain't no jokes. Corona is a liberal hoax. Corona is a liberal hoax. Dit is toch niet normaal? Het slaat op nergens op. En hij zingt deze tune. But I love it. Fauci, what we gonna do? Inject him with the blue hand flu. Inject him with the blue hand flu. Ik kijk alleen. Hij heeft net als een soort van ubergrap daar dit liedje lopen zingen voor al deze protestanten. Maar die zijn natuurlijk mega serieus. En hij heeft een tweet geplaatst. This was not the easiest movie to make. Go. Ik vind het zo hard, jongen. Ik vind het zo ziek. Hij gaat zo tering vet. Sacha Baron Cohen, vond je al vet? Ben je nu 10 keer vetter? Als je kijkt, my number is 061. We gaan weer even terug naar zijn lekkere dochter. Dat mag ik zeggen, want ze is 24.
Ik zeg, kom op dan. Ze gaat de burgemeester van New York interviewen en ze wil met hem trouwen. But because I'm super excited and nervous. Well, you relax, I'll relax. You want me to ask you questions? But I must defend my daughter's vagina from America's mayor. En Borat gaat haar proberen te redden, want ze mag niet met een Amerikaanse man trouwen. If you eat a bed with me. Okay, I will. Eat a bed with you. You're so funny. Carlo Arker. Zo knap, jongen, dat je dat gewoon kan als actrice. What happened? There you go, my dear. Okay. There you go. Be good. You can give me your phone number and your address. Should we slip your jacket? Hé, wat gebeurt hier, ouwe? Put down your gram. Stop. She's 15. Oké. Okay. Nee, die scène grap. Die burgemeester dacht... Oh, ik krijg je gewoon even... Ik moet een klein beetje verwend in ieder geval. Nou goed, de film Borat 2 is te zien op... Ga hem checken, is fantastisch. Als je even wil lachen in deze tijd, zou ik het zeker aanraden. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. De groeten. Laat het. Waarom deed ik een kusje en een knipoog? Zeg, verschrikkelijk. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission. I go to America! What do you say? No, it's not me.